In deze video gaan we kijken naar Target Retirement Funds. We gaan kijken naar wat zijn dit voor soort fondsen. We pakken een voorbeeld, in dit geval van Vanguard. We gaan dat voorbeeld, dat fonds uitgebreid bekijken. En we sluiten de video af met wat we nou hiervan kunnen leren van dit soort type fondsen. We hoeven misschien wel helemaal niet te investeren in dit soort type fonds om er toch iets van te kunnen leren wat we zelf kunnen toepassen. Nou, dat soort dingen allemaal gaan we in deze video behandelen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn wat onderwerpen die je leuk vindt en waar je meer over wil zien. Abonneer je dan op dit kanaal. Voordat we aan de video van vandaag beginnen heb ik nog 2 korte opmerkingen. Ten eerste heb ik in de afgelopen video beloofd dat deze zou gaan over extra hypotheek aflossen. Ik heb zelf €500 extra afgelost. En ik wou in die video gaan behandelen wat de effecten hiervan zijn. En noem het allemaal op. Een vergelijking maken tussen bijvoorbeeld aflossen en geld beleggen en dat soort dingen. Nou, aangezien ik niet de brieven heb gehad van mijn hypotheekverstrekker. En ik ben achtergekomen, een beetje door hulp van mensen trouwens in onze Discord chat. Dus wil je meepraten over al die onderwerpen die we op dit kanaal behandelen. Ik zal even een linkje plaatsen onder deze video. Dan kun je ook in de Discord chat komen. In ieder geval met een paar man waren we hierover bezig. En ik merkte dat de indicatie die de hypotheekverstrekker gaf vaak afwijkt met wat het bedrag echt wordt. Dus ik wacht even die brief af en dan wordt waarschijnlijk aanstaande maandag dus de video die over extra hypotheek aflossen gaat. De tweede opmerking die ik wil maken is wat we het nu gaan hebben over Target Retirement Funds. En zover ik heb kunnen zien zijn deze bijvoorbeeld al niet bij de Giro te kopen. In ieder geval niet degene die wij gaan behandelen van Vanguard. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er bij andere aanbieders zoals Lynx of misschien wel bij de Rabobank of de ING dat ze daar wel te koop zijn of misschien direct via Vanguard. Maar ook al kunnen we misschien dan niet direct dit fonds kopen, we kunnen er zeker wel iets van leren en dat komt ook achteraan in deze video. Dus ben je iemand die alleen gebruik maakt van de Giro en je denkt van ja, ik kan het toch niet kopen, ik heb er niks aan. Nou, toch blijven kijken zou ik aanraden, want er zijn zeker wel dingen die je kunt leren. Dus laten we beginnen met wat is nou een Target Retirement Fund? Een Target Retirement Fund, zoals de naam al zegt, het target, het doel, en retirement, pensioen, het doel is natuurlijk om iets voor je pensioen te regelen in dat fonds. En dan heeft dit misschien ooit verschillende namen. Het kan best zijn dat een andere aanbieder het anders noemt. Een target day fund of dat soort dingen. Maar in ieder geval, het doel blijft natuurlijk telkens hetzelfde. Is dat je één fonds hebt waar misschien verschillende andere aandelen of indexfondsen in zitten. Maar in ieder geval met dat ene fonds, dat ene aandeel, bouw je eigenlijk iets op voor aan je pensioen. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld een indexfonds of een ETF die ooit dan passief geregeld worden, dat gaat allemaal automatisch, die volgt een bepaalde index, is dit wel een beheerd fonds, dus een mutual fund. En je zult dan ook zien dat binnen dit fonds in het begin vooral veel in aandelen geïnvesteerd wordt. Maar naarmate je verder gaat in de jaren en dus richting je pensioen komt, dat dan juist eigenlijk de vermogensgroei niet meer zo belangrijk is. Is natuurlijk ook wel belangrijk, maar vermogensbehoud is veel belangrijker. Dus dan gaat er een groter gedeelte naar obligaties. Nou, zij beheren dat in dat ene fonds voor jou. Dus je hoeft alleen maar geld erin te storten. En zij zorgen voor die balans, voor die spreiding. Dat die naarmate je dus dichter bij je pensioen komt, je meer zekerheid hebt. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Want je wilt niet dat in de jaren daarvoor af, dat je in één keer de helft of meer van je vermogen kunt verliezen. Omdat het in één keer slecht gaat op de aandelenmarkt bijvoorbeeld. Dus dat wordt allemaal geregeld in dat ene fonds. En vaak zul je in de naam of de titel van dit fonds een jaartal zien staan. En dat is het jaartal waar je eigenlijk naartoe leeft. En rond die tijd zou dan eigenlijk je pensioenleeftijd moeten zijn. Er zijn bijvoorbeeld fondsen met 2045, 2055, daar gaan we ons vandaag op richten. Omdat ik denk dat dat het beste bij onze kijkers past. In ieder geval, 2055 houdt dan in dat jij tussen de 2053 en 2057 met pensioen gaat. Als dat ergens rond die leeftijd je pensioenleeftijd is, dan kun je het beste in dat fonds investeren. Omdat dat het beste uitkomt met jouw jaren nog te gaan tot aan je met pensioen, zeg maar. Nou, en een beetje in grote lijnen weten wat het inhoudt, gaan we één fonds als voorbeeld pakken. En zoals gezegd pakken we daarbij een fonds van Vanguard. En dit is dus het Vanguard Target Retirement Fund 2055. En dit fonds is dus een beetje ook van mij van toepassing. Dus over 35 jaar is voor die mensen die over 35 jaar dus met pensioen gaan, rond 2055. En ik denk namelijk dat veel kijkers van dit kanaal rond de 25, richting de 30 gaan. Dus dit is wel een fonds wat ook vaak op jou van toepassing is. Ben je natuurlijk jonger, dan zou je kunnen kijken misschien in 2065 fonds. Ben je wat ouder, 2045 fonds. Want zoals gezegd, het jaartal geeft het ongeveer het jaar aan waar je in met pensioen gaat. Bekijken we nou de website van Vanguard. Daar staat eigenlijk alle informatie over dit fonds op. Dan kijken we vaak als eerste, en dat valt ook vaak op,
naar de kosten die het fonds heeft. Zoals gezegd is dit niet een geautomatiseerd fonds, zoals een indexfonds, waar we in de vorige video al zagen dat het 0,07% bijvoorbeeld per jaar wordt, aan kosten in rekening wordt gebracht. Maar zoals gezegd is dit een beheerd fonds, want er zijn mensen actief mee bezig. Misschien wel niet heel vaak, maar ze zijn ermee bezig. Het is niet helemaal geautomatiseerd. En daarom zijn de kosten voor dit fonds in ieder geval 0,15% per jaar. En als we dan verder op deze pagina kijken, dan zien we nog een korte samenvatting. De koers, of als je zoveel jaar geleden $10.000 had geïnvesteerd, hoeveel dat op dit moment waard zou zijn. Maar wat ook opvalt en wat interessant is om te kijken hoe nou de spreiding van het geld binnen dit fonds is. Kijken we nou daarnaar, dan zien we dat eigenlijk dit ene aandeel, dit ene fonds, in 4 andere fondsen van Vanguard investeert. Als eerste is het met 54% de total stock market. Met 36% de internal stock market. Die samen dus voor 90% van dit fonds op dit moment uitmaken. En dat zijn allebei aandelen. De twee andere zijn nog met 7% de total bond market. En met 3% ongeveer de international bond market. En bonds zijn allebei obligaties. En zoals je ziet is op dit moment dus 90% van het geld geïnvesteerd eigenlijk in aandelen. En 10% in obligaties. En daar wordt nog onderscheid tussen gemaakt. Tussen bij allebei de dingen trouwens, bij aandelen en bij obligaties. Tussen total stock market. Dus eigenlijk de gehele wereldwijde aandelenmarkt. Of de international, wat vaak Amerika en Europa zijn. Wat meer westerse landen, de meer ontwikkelde landen. Kijken we naar de volgende pagina, dan zien we de dividenden terugkomen. Dit fonds heeft ook jaarlijks dividend dat het uitkeert. En eigenlijk zeg ik met uitkeren het verkeerd, want het dividend wordt automatisch weer geherinvesteerd. Zodat het natuurlijk in het fonds blijft zitten en uiteindelijk harder groeit. Want dan krijg je dus samengestelde interest, rente op rente. Dat effect wat ik al vaker heb verteld. In dit geval is dat hier ook zo. Dividend wat ontvangen wordt vanuit deze andere 4 fondsen, wordt dus automatisch geherinvesteerd. Waardoor telkens je waarde toeneemt. Zoals gezegd is dit fonds op dit moment in ieder geval niet bij de Giro te koop, maar je kunt het wel rechtstreeks via Vanguard afsluiten. En je ziet hier de informatie die je nodig hebt. Minimale investering, de eerste investering is minstens €1000. Na de hand kun je telkens minstens $1 in dit geval bijstorten. Maar dat is dus alleen van toepassing op het moment dat je rechtstreeks via Vanguard gaat doen. Misschien is dit fonds zoals gezegd wel bij andere aanbieders beschikbaar. Maar ook als dat het niet het geval is, dan zijn er steeds dingen die we kunnen leren. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst even kijken naar hoe nou de verdeling is van deze 4 fondsen zoals we straks hebben besproken gedurende de jaren. Want zoals ik al eerder heb aangegeven, naarmate je dichter bij je pensioen komt, wil je meer richting vermogensbehoud. Dus de zekerheid is dan belangrijker dan de groei. En zoals we net al zagen, zitten we op dit moment 90% aandelen en 10% obligaties. Naarmate je dus richting je pensioen gaat, zal het percentage aandelen zal kleiner worden en het percentage obligaties zal dus automatisch groter worden. Dat zien we ook terug in een grafiek die raar genoeg niet op de pagina van dit fonds staat, maar die je wel op de website van Vanguard via ergens kunt vinden. Ik zal even trouwens linkjes naar allebei deze pagina's onder deze video achterlaten. Maar kijken we nou naar deze grafiek, dan zien we dus eigenlijk dat de eerste jaren eigenlijk continu de verdeling hetzelfde blijft, totdat we nog 25 jaar te gaan hebben tot aan je pensioen. Vanaf dat moment gaan er veranderingen optreden in de verdeling. Kijk bijvoorbeeld als we nog 20 jaar te gaan hebben, dan zul je zien dat er in totaal nog maar 83% van het vermogen geïnvesteerd wordt in aandelen. Kijken we 5 jaar verder, dus nog 15 jaar te gaan, is dit percentage gedaald naar 75%. Weer 5 jaar verder is het nog maar 66%. En als we nog 5 jaar te gaan hebben, is het nog maar 59% wat in aandelen is geïnvesteerd. En op het moment dat je met pensioen gaat, dan zul je zien dat ongeveer de helft in aandelen zit en de helft in obligaties. Ook na je pensioenleeftijd zal het fonds nog verder gaan. Je kunt dus hier gewoon geïnvesteerd in blijven. En zal het nog wat verder zakken tot uiteindelijk 7 jaar na je pensioen. Dus in dit geval is het 7 jaar na die 2055. Dus 2062 zou je zeggen. Dan komen we uit op nog maar 30% aandelen en de rest is obligaties. En dat blijft dan zo. En daarmee hebben ze dus eigenlijk, omdat je 70% obligaties hebt, heb je in ieder geval zekerheid. Want een obligatie is eigenlijk een lening die je aan een land of een bedrijf hebt. En daarin staat van tevoren al afgesproken welk rentepercentage je krijgt omdat je eigenlijk geld uitleent aan dat land of bedrijf. En er zullen nog steeds 30% van je vermogen in aandelen zitten. Daar heb je dan niet de zekerheid, maar vaak wel hoger rendement, zeg maar 7-8% per jaar misschien wel. Maar met aandelen komt natuurlijk ook volatiliteit, dus daar heb je nog een beetje dat de koers en je vermogen dus op en neer kan gaan. Maar aangezien nog maar 30% van je vermogen in aandelen zit
en 70% in obligaties, waarvan wel dus eigenlijk het rendement zeker is, kun je die schommelingen beperken in principe. En heb je dus, zoals gezegd, meer richting vermogensbehoud, want je wil natuurlijk op het moment dat je met pensioen bent, eigenlijk meer zekerheid over je vermogen, dat het eigenlijk de kans dat het afneemt niet zo heel groot is. Nou hebben we dan voor deze video het fonds van Vanguard gebruikt, maar het kan ook van een andere aanbieder. Waarschijnlijk heeft ook iShares bijvoorbeeld dit soort target retirement funds, misschien heet het dan anders. Of heb je van Vanguard nog wel andere fondsen, andere jaartallen, omdat je op een ander moment met pensioen gaat. In ieder geval maakt niet uit welk fonds, als je nou geïnteresseerd hierin bent, zorg dat je altijd je eigen research doet. Want het kan zomaar zijn dat gegevens die hierop staan binnenkort weer veranderen. Of dat een andere aanbieder het anders doet, dus een andere verdeling aanhoudt. Dus zorg in ieder geval dat je, voordat je ergens investeert, of dit nou dit fonds is of een ander aandeel, maakt niet uit. Altijd voordat je iets koopt en ergens je geld investeert, doe je eigen research. Ik leg het dan wel in deze video's allemaal uit. Maar ook ik weet niet alles en ook jij kijkt misschien anders tegen dingen aan dan ik. Oftewel, doe je eigen research, maar dingen die we wel kunnen leren en die allebei voor ons hetzelfde zijn, komen nu aan bod. En wat kunnen we nou eigenlijk leren van dit soort fondsen? Want hoewel we misschien niet zelf gaan investeren, omdat het bijvoorbeeld überhaupt niet via de Giro kan, kunnen we toch van dit soort dingen, van dit soort fondsen en dus ook van deze video, bepaalde dingen leren. En het eerste wat we natuurlijk kunnen leren is überhaupt dat de mogelijkheid er is. Je weet nu dat er dit soort fondsen zijn, dus misschien is het iets voor wat je nu nog niet kunt kopen, maar misschien over een enkele jaren wel. Dus je weet in ieder geval dat de mogelijkheid er is dat je in dit soort fondsen kunt investeren. En wat het voordeel hier dan van is, zoals gezegd, anders moet je zelf nog een beetje je verhoudingen en spreidingen bijhouden. Met zo'n fonds wordt dat voor jou gedaan. Dat is dus wel makkelijk. En zeker als je dus zo min mogelijk tijd ermee kwijt wil zijn. Niet dat nou eigenlijk andere dingen, indexfondsen, veel tijd kosten. Maar wil je nog minder tijd, nog minder zorgen, dan is dit misschien wel een goede keuze. Zelf zou ik het natuurlijk liever zelf regelen, omdat ik het, zoals gezegd, niet heel veel tijd kost. En het is ook nog leuk om een beetje zelf je research te doen. Ik denk ook dat wel de meeste kijkers van deze video er zo over denken. Dus wat we hier dan eigenlijk van op kunnen pakken, is vooral dat we een verdeling moeten toepassen. Zoals we al vaker hebben gezegd, is spreiding heel belangrijk. Indexfondsen hebben vaak al een bepaalde spreiding. Maar dit gaat eigenlijk altijd nog geheel over aandelen. Zeker een indexfonds zoals VWRL, het All World ETF van Vanguard. Waar zoals gezegd ik aandelen in heb, maar sommige mensen zelfs van onze Discord chat voor 100% in zitten. Omdat het geld dan over bijna 3000 aandelen wordt verdeeld. Dus er is dan wel een grote spreiding, maar nog steeds over aandelen. Wat we nou hiervan kunnen leren is ten eerste natuurlijk dat je in de beginjaren meer richting vermogensgroei wil. Dus je gaat voor een groot gedeelte in aandelen zitten, want daar is natuurlijk het rendement veel hoger dan bij obligaties. Het risico ook wel, de volatiliteit. Het kan in één keer 20% per jaar stijgen. Maar het zou ook maar een keer een jaar kunnen zijn dat er 30% afgaat bijvoorbeeld. Nou is dat natuurlijk niet zo fijn, maar aangezien je misschien nog wel 30 of 40 jaar tot aan je pensioen hebt, kan je die klappen opvangen. Maar naarmate je dus richting je pensioen gaat, wil je meer zekerheid. Nou, die zekerheid krijg je dus met obligaties. Zoals we zagen, op het einde zit er nog maar 30% in aandelen, gaat 70% naar obligaties. Dat kun je zelf ook natuurlijk toepassen naarmate je ouder wordt. Misschien denk je, elke 5 jaar doe ik 5% van mijn portefeuille, zet ik vanuit aandelen om naar obligaties. Dus ik zit nu voor 100% in aandelen. Over 5 jaar wil ik nog voor 95% zitten. Dat is nog maar een nummer. Kan ook voor jou anders zijn, zoals gezegd, maar net een beetje wat je zelf aan denkt. Maar in ieder geval dat je dat soort dingen nu alvast over na gaat denken. Nu alvast gaat plannen en weet waarom je het zou willen doen. Dat je in ieder geval dus geen vermogensgroei hebt, maar vermogensbehoud. Want als je dan dadelijk 60 bent, wil je niet als er een crisis komt in één keer meer dan de helft van je vermogen kwijt zijn. Want dan heb je nog maar bijvoorbeeld 5 of 7 jaar om daar terug bovenop te komen. En ooit is dat dus lastig. Dus je wil dan een groter gedeelte in obligaties hebben zitten. Maar voor de meeste van jullie duurt dat nog wel heel lang. Voor mij is dat ook nog 35 jaar, 37, 36 jaar totdat ik de echte pensioenleeftijd heb. Ik hoop wel eerder binnen te zijn, zeg maar, dat ik in ieder geval eerder met pensioen kan gaan. Over dat soort onderwerpen maak ik nog wel meer video's. Zoals gezegd, aanstaande maandag hoop ik in ieder geval mijn brief te hebben ontvangen van de hypotheekverstrekker. Dus komt de video over de hypotheek en het extra aflossen daarvan. Dus die eenmalig €500 extra aflossen. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Laat in de reacties onder deze video weten wat je leuk vond, wat je minder leuk vond. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat dat ook onder deze video weten. Of kom naar onze Discord chat. We hebben daar inmiddels dus meer dan 40 man. Waar we elkaar allemaal helpen. Als je vragen hebt, opmerkingen hebt, leuke informatie, boeiende informatie. We kunnen elkaar allemaal helpen met dat soort dingen. Ook met die video die ik dus op wilde nemen waar ik niet helemaal uitkwam. Of in ieder geval waar ik een rare berekening had. Hebben we met een paar man eigen situaties gekeken. Trouwens een leuk Excel document ontvangen. Daar maak ik binnenkort nog een video over. In ieder geval dankjewel Jasper.
Die gaat dan helemaal over extra aflossingen. Dus dat komt nog allemaal wel. Maar in ieder geval over al dat soort dingen praten we daar. Dus kom er zeker bij als je interesse hebt daarin. Ben je nog geen lid van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds deze video te kijken, is het waarschijnlijk een interessante video voor jou. Nou, zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over dit soort onderwerpen. Dus persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus abonneer je op dit kanaal, dan mis je in ieder geval nooit meer een video. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.